Als alles wat je erin wil editen, zeg maar. Je moet alles zelf hebben. De Sony Vegas die geeft je wel de middelen om het te doen. Maar alles wat je wil doen, dat moet je zelf wel ergens vandaan zien te halen. Oh, ze hebben geen template of achtergrond en zo, ja. Dat inderdaad, dat irritant ook zijn, ja. Want er zijn van die leukere programma's, dan kun je wel wat templates gebruiken. Ja, dan moet je dat dus weer zelf ergens vandaan zien te halen. Nou, op zich is dat niet echt een probleem of zo, maar het is wel onhandig. Dan moet je dat weer gaan zoeken en zo. Nou, ik weet niet wat Enemy nou heeft doet, maar die hebben... Je hebt drie mensen op top lane en ik ben op bot lane op Darius en daar is niemand. I have my order. Ik heb hem weer op het Engels. Ja, goed hoor. Ik ben weer klaar met het Duits. I do not tolerate cowardice. First blood. Not now, bot lane Dallas 4 and 3. An enemy has been slain. It is a rank of an ally has been slain. Noxus will rise. Er zit trouwens nog wel een mastery in, voordat je onder dat je 5% HP even terugkrijgt als iemand kill. Ja, maar... Maar die zit op de middelste tree. Nee, ik heb hem op Ribbon nu, ik heb daar nu mastery. Want daar heb je ook die 5% extra. Jij speelt even trash. Naar het reden om te reden gaan vandaag. Vind ik heel leuk. An enemy has been slain. Tolerate cowardice.
Aha, voor mij even ganken, nou ja, dat had ze beter niet kunnen doen. Maar ze had me wel bijna uiteindelijk. Ik weet niet of ze nog, An enemy has been slain. My destination is clear. Hallo, wie zien we daar? Flash daar maar. De mooiste flash die ik kom. An enemy has been slain. Killings. Rampage. Maar valt jouw account nog wel gewoon automatisch mee in zaam? Ik dacht dat ik dat uit had gezet. Maar voor mij kun je dat wel uitzetten, ja. Oh, hallo kinderen! Wil jij een berg met prijzen winnen? Nee! Oké, nu meedoen. Wil jij geen berg met prijzen winnen? Nou, wat wil jij nou weer noemen? Voor je e-mailadres. Nee, dit is gewoon van de PlayStation. Ja, echt. Ja, echt. Er zijn ook gewoon van die loterijen en er zijn zoveel op internet van dat je zogenaamd een Jumbo cadeaubon kunt winnen of zoiets. Van dat soort dingen en zo. En het enige wat, het begint dan met van vul je e-mailadres in en je voornaam. En daarna krijg je mail van, ja we hebben nog een prijs. Dan mag je je achternaam en adres invullen. En dan hebben we nog een prijs. Dan mag je telefoon invullen. En, maar verkoop je helemaal niks. Maar het enige wat ze op uitkomt is gewoon... Adres, gewoon persoonlijk gegeven. The enemy has been slain. Shut down. Dus ik vind het leuk dat je nu de redbe van de turret kunt doen. Your team has destroyed a turret. An enemy has been slain. Welke van deze items komt niet voor in Just Cause 2? Speedboten, supermotoren, raketauto's.
weet ik veel. Wat zeg nog eens? Speedboten? Welke van deze items komt niet voor in Just Cause 3? Speedboten, supermotoren, raketauto's. Dankjewel, Sin, die zijn van mij. Even de deur en zou je het in. Nou, je hebt toch 4 CS en 4 deads. Wil ik te spammen? High-end car with rocket launchers. Nou, supermotor, ik weet niet wat dat is, maar dat doen we. Fout! Maar wees gerust, u maakt nog steeds kans op deze prijs. Doe alleen uw nummer in. Het meest precieze antwoord, ja hier. En dan is de laatste vraag is, hoeveel uren hebben PS4-leden in totaal in de online multiplayer van FIFA 16 gespeeld in september en oktober van 2015? Moet je dat er gewoon van weten? Dingen zijn heel makkelijk te googelen. Nee. Nee? Nou, hoe wil je dat vinden dan? FIFA 16. Wat was dat, de PS4? I have my order. Oh, nee, dat gaat. I will not rest. Your team has destroyed a turret. My destination is clear. Nou, hoeveel te lezen is, vier mensen zijn er. Kijk, hier kan ik het zien. Oké, FIFA 16 is 171.000... Even het rekenmachientje erbij. FIFA 16 is voor de PS4 171.747 keer verkocht. Nou, hoeveel procent daarvan zal online spelen? 90% of zo?
Of meer. Hey. 90, laat ons zeggen 90%. Ik denk dat het minder heet hoor. Minder? Nou, laten we zeggen 75%. Dat is een redelijk aantal. Nou, in één maand zitten 30 dagen en... Hoeveel zouden die mensen online spelen dan? Gemiddeld per dag. Gemiddeld 2 uur per dag of zo? Want er zijn mensen die... Of 1,5 uur, denk ik. Goed? Ik zal 1 uur doen. 1 uur maar? Ja, van toch iedereen en zo, hè? Iedereen die het spel heeft, zei je. Ja. Dat spel niet telkens kunnen spelen. Het spel. We zijn natuurlijk al even niet vanavond die het echt wel gedaan. Oké, nou dan zit ik nu op 3, 8, 6. 4, 3, 6. Dan zit ik nu op 3.864.308 uur. In die tijd. Nou, dat is wel redelijk wat. Your team has destroyed a turret. Noxus will rise. Dominating. We have to win under 20 minutes and we get extra bonus. Nou, kom maar niet hoor. De enige bonus die hij krijgt is een record. Kinderen nou haar ultimate